Dit is een Unity Cultuur Update. Donderdag en vandaag hebben we Leon Visser niet aan de telefoon, maar in de studio. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. We gaan het hebben over de Popronde. Wat is dat? De Popronde is een landelijk reizend festival dat vanavond Leiden aan gaat doen. Het is een concept dat er op één avond circa 30 Nederlandse bands gaan optreden in verschillende locaties in de binnenstad. En deze locaties zijn kroegen, muziekcafés, theaters. Bijvoorbeeld Scheltema, Velvet, de Cubus of de Bonte Koe. Wat is er allemaal te zien dan en te horen? Kan je iets noemen? Ja, het zijn allemaal dus opkomende bandjes die dus niet zo bekend zijn nog. Mm-hmm. En die willen ze dus juist een podium gaan bieden. Ik heb een aantal voorbeelden. Ik ken ze zelf niet, maar misschien jij wel als muziekliefhebber. Is Atlantic Attraction, Daniel Versteeg en The Applejack. Ken ze niet, maar ben wel benieuwd. Ja, en het leuke is dat alle optredens gratis te bezoeken zijn. Het begint vanavond om 19:30 met een optreden van La Cornelia bij The Duke of Oz. En om 23:30 eindigt het met een afterparty in het LVC. Dan zijn er nog jeugdvoorstellingen in de Schouwburg. Ja, aanstaande vrijdag is er een jeugdvoorstelling King Arthur. En dat is vanaf kinderen vanaf 8 jaar. Dat begint om 7 uur. En King Arthur is een middeleeuwse ridderverhaal over de koning van Engeland, King Arthur. En de ridders van de Ronde Tafel. En dus dit is echt voor stoere kinderen die van ridders houden, die dat moeten gaan bezoeken. En als de ouders denken, King Arthur, waar ken ik dat van? De film First Night met Sean Connery gaat over King Arthur. Ja, en van natuurlijk de basisschool en de toneelstukjes die we daar moesten doen van King Arthur. Ik uiteraard, weet nog goed. Ja. En op zondag is een musical Sneeuwwit. En dat is ook wel heel erg leuk. Dat begint om 14:30. En dat is echt een kindermusical waar allerlei verschillende sprookjes centraal staan. En dat is uiteraard Sneeuwwitje. Maar ook Assepoester, Door een Roosje en Belle en het Beest. En het leuke aan deze voorstelling is dat het ook genomineerd is voor de Zep Theaterprijs. Zep kent iedereen natuurlijk van de jeugdtelevisie. En mensen kunnen dus stemmen op deze voorstelling. En aan het einde van het jaar wordt bekendgemaakt wie de theaterprijs gaat winnen. En dat is dan een musical, maar er is ook nog een bijzonder toneelstuk. Ja, dat is dat is op zaterdag. En dat is een eenmansvoorstelling en dat heet Omi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Omi, dat is mijn moeder in het Marokkaans. En dat is een optreden van Nasreddine Dasar. Wie kent hem niet? Maar ik denk als ik vertel dat hij de Gouden Kalfwinnaar is van 2011. Dan misschien wel. Ja, dan misschien wel. Die toen een hele mooie toespraak hield. Ja. En in dit stuk gaat hij vertellen over verhalen van zijn moeder. En zijn moeder is geboren in Marokko, in een heel klein bergdorpje. En die is op jonge leeftijd naar het plaatsje Steenberg gegaan in Brabant. En ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Een shock. Zeker weten. En dus hij gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is in haar leven. En ook dat haar zoon op een gegeven moment bekende Nederlander werd. En wat doet dat voor deze Marokkaanse moeder. Dus denk heel bijzonder om daar naartoe te gaan aanstaande zaterdag. Ja, dat is zaterdag. En dan is er zondag nog een bijzondere wandeling. Ja, dat is de zondagwandeling in de Hortus Botanicus. Een aantal keren per jaar gaan een aantal mensen van de Hortus nemen bezoekers mee op sleeptouw door de botanische tuin. En dit keer staat het in het teken van de winter. Dus het gaat over winterplanten, winterkruiden. Wat kan je allemaal gebruiken ook als je gaat koken? Wat staat er in de Hortus Botanicus? En je krijgt gewoon achtergrondinformatie over verschillende planten. Moeten we ons ergens aanmelden? Waar kunnen we verzamelen? Ja, je kan gewoon naar de Hortus Botanicus op het Raamburg. En als je daar naartoe gaat, het begint om 12:00. En dan kan je mee met de wandeling. Helemaal super. Dankjewel weer, Leon Visser. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot zover deze Unity Update. Meer updates hoor je online terug via unityfm.nl.